Ja, daar zijn we weer met een nieuwe piepshow. Uh, waarin we het voor een groot deel gaan hebben over dingen die um, ja, wat minder leuk zijn in het gameleven. En een van die dingen die wat minder leuk zijn, maar die eigenlijk. Iedereen wel een beetje zag aankomen. Is uh, voor de zoveelste keer de dood van de E3. Um, de E3 is vorige week vrijdag, volgens mij kwam het bericht naar buiten van de ESA en van ReadPop. Um, dat de E3 gecanceld was. En dat zagen we eigenlijk wel een beetje aankomen. Want die in de, in de vorige week. Um, Ubisoft haakte af. Sega haakte af. De Inseng haakte af, de Volver haakte af. Uh, Nintendo, Sony, Xbox waren, waren al afgehaakt. En in één keer kwamen er wat geruchten naar buiten: van uh, de toko ga het gaat gecanceld worden. En inderdaad, ja. eind van de week: bam, dat was het. Gaat en niet door in het um, uh, voetlicht van het cancelen van de E3. Is de directeur van Reed Pop, uh, Lance Vansterman, is opgestapt? Ja, dat, dat nieuws breng jij hier net vers van de pers? Want nou, ik, hij heeft ik... het op zijn LinkedIn gezet. Oh, uh, okay, dus dat okay. was Waarom ik het uh, wist. We kennen hem persoonlijk erg goed. Dus uh, um, ja, dit was, uh, dit was best wel schokkend. Ja. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat het een vergissing van hun is geweest om D3 over te nemen. Uh, ik denk ja, dat is ze... het een overname? Ik, ik zat het net even. Je, je zei het net al, ik ben het even gezoeken. Ik kan het niet. Keihard vinden van we hebben dit gekocht. Eén is wat ik steeds zie: is partnered with of we produceren het samen. Alsof ze het ingekocht hebben, misschien of zoiets. Volgens mij is het een overname geweest. Maar goed, okay, ja. hoe of wat precies uh, zal vast duidelijk worden um, de aankomende maanden. Mm -hmm. uh, kijk, dit is het probleem. En het ding is: dit is niet eens dat we nu hier in de Piepshow show per se dit, uh, dat dit een belangrijke issue is. Uh, wij. Hier op de redactie van Gamekings hebben het hier de hele tijd over. Zeker. Weet je, een soort van: is het de moeite waard om naar evenementen XXX te gaan? Weet ja. je, puntje, puntje, puntje. Is dat de moeite waard? En dan, dan zitten we aan de ene kant zitten van: ja, de content is wel vet. En aan de andere kant van: ja, maar die beurs die is zo dood als een pier. Weet je, maar vorig <laughs> jaar was het ook kut. Nee, maar dan. Weet je, en dan zitten, hebben we dat gesprek. En um, eerlijk gezegd. Hebben we nu al zeker vijf keer de conclusie getrokken dat de tijd voor grote evenementen gewoon voorbij is? Ja. Dat is de reden dat we gestopt zijn met First Look. Dat is de reden dat uh, we niet naar de E3 zijn gaan, al te jaar achter elkaar. Um, nou ja, goed, dat had ook natuurlijk met ja, corona maar, ja, te maken. Um, maar goed, het, um, het is gewoon een, 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 ja, het is een stervende. Uh, Aangelegenheid. En ja. dat heeft alles te maken met het feit dat die evenementen gewoon naar online gaan. Um, en dat vind ik, da, 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 misschien moeten we het daar eventjes over hebben: over de E3 als beurs versus de E3 als. Aandachtsmoment. Want mm -hmm. de E3 als beurs was echt al heel lang dood. Weet je? Mm -hmm. Het is ook al echt al jaren terug dat we daar kwamen, dat we dan op dat la Convention Center rondliepen. Ze hadden van: oké, okay, dit, 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 dat is kut, dat is kut, dat is kut, dat was het. Doei. <laughs> en, uh, dan, maar daaromheen gebeurde heel veel. Weet je, mm -hmm. de Sony-persconferentie, Microsoft-persconferentie, Nintendo Direct, die dan ook dan kwam en had je nog alle andere persconferenties, evenementen, Je play had je. Dat was een heel evenement wat ernaast stond. Ubisoft deed altijd nog een heel ding in een apart gebouw ook nog. Microsoft deed dat ook. En dan had je echt zoiets van: ja, weet je, dat, er gebeurde van alles omheen. Dus het was niet zo erg dat die beurs zelf wegging. Ja. En nu zijn we gewoon aangekomen op het feit dat die beurs zelf uh, uh, ja gewoon eigenlijk geen bestaansrecht meer heeft. Nee, uh, ik ben er. Althans, ik heb het geprobeerd om dat online. Uh, een beetje iets wat mij. Er zijn twee, twee dingen. De tweede, inderdaad, van: is er nog een toekomst? En, en daar ga ik het zo met je over hebben. Maar ik, ik, ik vind, wat ik interessant vind van. Hoe kan het dat een, een bedrijf um, als ReadPop, wat zeer, uh, ja, een heel groot bedrijf is, wat ook hmm. echt een uitstekende track record heeft op evenementen, de Comic-Cons, de Pax, dat loopt allemaal als een trein? Hoe kunnen zij van tevoren niet ingeschat hebben? Zij moeten het gevoel hebben gehad. Dit gaan wij redden. Dit gaan wij flikken. Weet je wel. Wij gaan het weer uh, terugkrijgen op het niveau waar het was. En het grappige is. Als ik dan een beetje lees. Een aantal mensen hebben er al wat over geschreven. Dat het op lijkt. En in één keer kon ik me dat heel goed. Want ik heb natuurlijk zelf ook First Look gedaan. En toen dacht ik: fucking hell. Dat, dat, dat gebeurde bij ons ook. Van Ze gaan natuurlijk eerst een verkennend praatje uh, maken. Waarbij. Duidelijk, nu ook wel door meerdere partijen is gezegd. ReadPop deed dat niet goed. De communicatie vanuit hun kant was niet dat goed. Vind ik opvallend, want zij ja. zijn daar wel goed in. Ja, maar op een manier die. Misschien is dit toch iets anders. Maar in ieder geval, dat was een klacht. Mm -hmm. En zij kregen allemaal in eerste instantie uh, het antwoord: vet. Ja, nee, man. Interesse. We hebben er interesse in. Dat, ja. dat lijkt ons wel wat. Sterker nog, ik heb gelezen dat um, ze bezig waren om. Extra hallen erbij te gaan huren of zelfs de parkeerplaats te gaan gebruiken, omdat zoveel mensen zeiden dat het tof was. En ik kan me herinneren uit, wow. uit First Look dat altijd als je de eerste ronde deed. En de eerste ronde is vaak: dan ga je, je plannen, we gaan dit doen, er komt een podium. Bla, 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 dat bijna geen partijen meteen zeggen. Ah, nee man, altijd is er een soort van enthousiasme. Oh ja, vet lijkt me wel leuk, weet je wel. Ja. Toen op een gegeven moment. Uh, Pas een aantal. Het vervolg is dan dat je een getekend contract krijgt. En dat kwam maar niet. En dat kwam maar niet. En dat kwam maar niet. En toen zijn er een aantal partijen, zoals Ubisoft, die dus blijkbaar wel had toegezegd al. misschien niet zwart of wit, maar toegezegd dat we komen. Op het laatste moment hebben die dat helemaal omgegooid. Ik denk dat zij ook gewoon een financieel probleem hebben en het niet kunnen ja. maken om een, ja. dan een dure. Dus dat is gewoon binnen een week omgegooid. En toen in één keer trokken ook alle andere partijen zich terug. En dan was ja. het klaar. Nou, ik, ik vind het heel interessant dat je uh, dat op die manier aanzet. Want dit is uh, iets wat veel externe bedrijven niet begrijpen aan de gamesindustrie. Mm -hmm. De gamesindustrie is een. Um, weet je, We krijgen altijd van die cijfers. Het is een industrie van 100 ja. miljard. En bla bla bla. En het is zo groot. Nee, de gamesindustrie is een ontzettend. Um, wat, wat is het woord small minded zoek ik? Ik zit in mm -hmm, ja. van. Het is niet alleen klein qua omvang, het is ook klein qua mentaliteit. En om je een voorbeeld te geven, stel je voor, er komt een. Uh, uh, stel je voor, jij als kijker, jij bent een mediaproductiebedrijf, zoals wij toevallig ook zijn. En dan komt er een uh, commerciële klant, zeg een grote telecom provider die zegt van weet je wat. Je, wij willen een, een, een videoserie maken, uh, misschien, uh, um, uh, weet ik veel, uh, deze voor YouTube. En uh, dat willen we opnemen in L.A. En dan willen we um, uh, dat je uh, uh, daar onze producten featured En dan willen we dat je, um, uh, weet ik veel, dit en dat en dat een content er allemaal in hoort. Kunnen jullie een offerte voor ons maken? Nou, dan zeg je van oké, okay, weet je, wat kost dat op locatie een week lang? En nog montage en zus en zo, weet je, nou weet ik veel. Ik zeg maar wat, het kost 40.000 euro. En uh, nou goed, dan ga je zeggen van oké, okay, ik moet het op die manier, kan dit nog, kan dat nog, zussen, whatever. Oké, okay, uiteindelijk is dat hoe het werkt. Bij de gamesindustrie gaat het als volgt. Ja, we willen graag dat jullie uh, uh, twee items maken, of drie items maken voor ons in Allee. En dan uh, uh, mogen jullie mee en dan uh, kunnen jullie producten zien. En dan moeten onze producten moeten terugkomen, jullie video-items. En uh, zussen zo, en ja, je mag gewoon je eigen mening geven, maar dit en dat en dat. En uh, ja, dan krijgen jullie van ons een hotelovernachting en uh, twee vliegtickets. En dit is waarom de gamesindustrie niet werkt. Het is small minded in de zin dat je. Er is geen budget. En het is niet dat er nergens nooit niet budget voor is. Het is dat er gewoon altijd. een heel klein beetje budget is. voor een aantal verschillende titels. En dan moet alles erin gefietst worden. Mm -hmm. En het is zo ontzettend fucking marginaal. Ja. Dus wat er gebeurt in dat sales traject, en dan zal ik het even relevant maken nu, er komt zo'n sales manager, die komt dan langs bij zo'n uitgever en die zegt van nou, we gaan dit doen met de E3, uh, zijn jullie geïnteresseerd? Als jij naar diezelfde tele telecom provider gaat, dan zal die telecom provider zeggen van nou, jouw plan dat past A, wel in, ons, uh, in onze marketingstrategie dit jaar of dit kwartaal of whatever. Of B, het past niet in onze marketingstrategie. En um, met andere woorden, je krijgt een ja of een nee te horen in dat verkennende gesprek. Want mm -hmm. op het moment dat het in je marketingstrategie is, weet je... dan ga je alleen nog maar een discussie hebben over geld. Bij de gamesindustrie zal je altijd te horen krijgen... ja, het past in onze marketingstrategie. Uh, Natuurlijk past het dat, want het is een fucking E3. Maar wat ze niet, niet realiseren, is dat die, omdat het zo ontzettend kleindenkende... Uh, uh, marginale industrie is, ga je vervolgens er niet uitkomen over geld? Want dat is waar dit over gaat, 100%. Ja, struggle, ja. Dus een Sega, een Ubisoft, al die gasten die afhaken op het laatste moment, die krijgen gewoon een, een offerte voor een neus van, weet ja. ik veel, 1, 2 miljoen, waarschijnlijk, het is Amerika, ik heb geen idee, het zal wel duur zijn. Ik heb wel eens gehoord dat er bepaalde uitgevers uh, uh, richting de 10 miljoen betaald hebben voor een hele stand plus aanwezigheid op D3. Nou goed, laat het een paar miljoen zijn. Kijk, zover hebben ze iets van ja, maar hé, hey, wacht eens eventjes. Die, die, de, de, het evenement past wel onze marketingstrategie. Maar die 2 miljoen voor die stand past niet in onze marketingstrategie. Nee. Niet bij het budget wat we erbij hebben. En dat begrijpt. Read Pop niet, want Read Pop is dat niet gewend op die manier. Ja, nee, niet, niet in die ze, ze doen bij Pak staan natuurlijk ook wel eens burgers, maar dan gaat het toch om het heel anders. En sterker nog, wat zij ook doen, zijn dan ook de comic Con natuurlijk, weet mm -hmm. je, en dat zijn hele grote evenementen. En daar is een omgekeerde wereld, daar zijn ze niet afhankelijk van grote nee, game uitgevers. Absoluut. Dus dan staat er een keertje een Sony of ja. dan staat er een keer een Microsoft, dat kan, maar dat zijn, dat zijn de uitzonderingen. Nee. Die die gamesindustrie is niet zo groot als Sony of Microsoft, nee, dat zijn allemaal hele kleine marginale kutbedrijfjes, die, die misschien wel op wereldniveau wat omzet draaien, maar mm -hmm. op lokaal niveau, zelfs in Amerika, gewoon bitter weinig marketingbudget hebben. Klopt. Twee dingen kwamen er ook een beetje uit naar voren. Um, en dat is um, kijk, als je inderdaad met, met een, een bedrijf, hè, bedoel, er zijn talloze beurzen waarin producten worden getoond. En over het algemeen uh, kunnen bedrijven vrij goed inschatten wanneer producten af zijn. De gamesindustrie is natuurlijk fucking last of in games Om de havenklap worden uitgesteld. Dat is wat ik van maar goed, Reed ook dit, hoor. Dit is natuurlijk zo oud als. Uh, exact, de, maar in, omdat natuurlijk, uh, stel dat Game X is het speerpunt, daar is een budget voor. Weet je wel, dan past in de marketingstrategie. Uh, dan zeggen ze: Nou, daar hebben we interesse in. En een maand later wordt die game uitgesteld. En dan is het ook, dan is valt er ook niet meer te praten met ze. Dan is er gewoon geen geld meer. Ja. Ze denken niet aan de brand. Weet je wel, ja, maar dan ga je er toch gewoon staan als Activision. Dat vinden ze niet interessant. Het gaat ja. om een game. Ten tweede. En dat heb ik ook wel geleerd. Uh, en ik denk dat ReadPop daar ook is tegen aangelopen. In eerste instantie praat je met het eventteam van een uitgever. Dus je komt binnen bij het evenementteam. En die evenementteams worden nu overal wegbezuinigd. Want. Er wordt nou bijna nooit meer evenementen echt gedaan. Die evenemententeams, dat is een bread and butter. Die hebben zoiets van, fucking hell, ik wil naar de E3 toe. Wat zit ik hier anders te doen? Dus die zeggen ja. Vervolgens gaan zij terug naar hun baas toe. Nou, die spreadsheet managers. En die zeggen van, oké, ticket, ticket, ticket Nee, fuck. Sorry, maar dat kunnen we echt niet betalen, weet je wel. Wat levert het me op? En daar zijn ze gewoon gigantisch in vastgelopen. En wat ik me ook nog herinner gewoon, is inderdaad... Het tot aan fucking... Twee, drie weken voor first look kreeg je het vaak niet rond. Weet je wel. Ja. Of ze nou wel of niet. En daar kun je gewoon geen beurs op bouwen. Want het kost zoveel geld. Weet je. je moet die halen afvuren, die kosten hebben ze allemaal al. Ze ja. dus leiden nu alleen maar verlies. En op een gegeven moment, ja, dan moet je wel een knoop doorhakken. Omdat ja, je moet ook beveiligingspersoneel gaan inluren al dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat die kosten, hebben, zijn ze gelukkig nu allemaal kwijt. Maar dat is het kutte ervan. Die onzekerheid ja. uh, naar elkaar koekeloeren. Oh, Ubisoft komt niet. Oh, ja, dan kom ik ook niet. Het ja, 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 is verschrikkelijk. Ja. En, um... Maar het interessante is dat dit is eerder gebeurd in E3. Tuurlijk. Uh, jij bent volgens mij nog naar een van die twee ja. E3's geweest die waren ja. op dat vliegveld. Ja. En toen, uh, 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 toen, ik weet dat ik toen op een persstrip ging. Uh, volgens mij was dat voor een van die um, Crackdown games, mm -hmm. en was een Microsoft persstrip. En toen sprak ik met de marketing manager in Europa van uh, Microsoft toen. En toen hadden we het over de E3 en hij zei van, uh, of het was een zij, zij zei op dat ogenblik. Um, jullie, um, uh, uh, jullie, jullie moeten wel begrijpen dat zo'n beurs uh, voor ons interessant is. Maar dat we niet, daar niet kunnen gaan staan als Sony en Nintendo daar niet staan. En ik zo, waarom, waarom is dat? Weet je? En toen zei mm hij -hmm. van nou, omdat wij onze geloofwaardigheid moeten halen uit de aanwezigheid van de hele industrie. Ja, zeker. en toen heeft de ESA, en dat is dat is het enige wat de ESA goed heeft gedaan, omdat de ESA een organisatie is die eigenlijk de hele gamesindustrie ja. vertegenwoordigt. Ja, de manier waarop ze dat zeiden, die vertegenwoordiging ziet eruit dat we met z'n allen een evenement gaan doen. Absoluut. Ja, en op het moment dat zij niet een evenement doen, maar Reed Pop doet het. Dan is het klaar. Want wat ja. heeft Sony met Pop te maken? En dan heb je het probleem, omdat Sony, Microsoft en Nintendo al afgehaakt waren. En die zijn niet zo makkelijk weer terug te krijgen. Want ze doen hun eigen dingen. Ze hebben ontdekt hoe dat moet. Ze zijn er ook succesvol mm -hmm. in hun eigen dingen. Daar zijn ze al jaren mee bezig. Um, wat is de geloofwaardigheid voor Sega of voor maar, Ubisoft om in 3 te staan? snap ik. Maar ik, zou het, ik weet niet of het zo is. hoor. Maar het zou misschien best wel eens kunnen zijn dat. Ik, er is al vanuit, dat is grappig. De ESA is dus feitelijk een belangenorganisatie. Dus die, die, al die purposes, die betalen geld aan, aan, aan de ESA en wat ze dan meestal doen is van, als er weer een of andere game gewelddadig in de pers, dan gaan zij proberen die boel een beetje te sussen, weet je wel. Daar komen ze ervoor op. Um, het kan best wel zijn, omdat die e3 werkte gewoon niet meer, weet je. Dus de industrie had zoiets van, hey, ik betaal jou, ESA, kom met een vorm die wel voor ons werkt. Dat zij op een gegeven moment hebben gezegd, zullen wij ReadPop pop gaan. Uh, inzetten en dat misschien de hele industrie zegt: Nou, hé, ja, top, weet je wel, doe dat. Goede naam, dit en dat. En uiteindelijk, weet je wel, zo ja, en dan een jaar later, uh, stapt niemand in. Ja. En dat, dat gevoel had ik ook altijd, altijd. Die plannen die we brachten, oh, vet, ja, leuk, tof. Maar er is geen geld. Maar er is geen geld, nee. Ja. En in plaats dat ze dat dan meteen zeggen, duurt dat altijd zo lang. Maar ik vind die, en ik moet je eerlijk zeggen, ik had er vanochtend heel gesprekken over met iemand. Het, ik vind. Ergens vind ik het gewoon depressief om die industrie zo te zien wegkwijnen. Ja. Weet je, ik bedoel, gisteren is Ubisoft uh, Nederland het kantoor gesloten. 1 april, uh, ja. Inderdaad. 1 april. Volgens mij hoorden we net ook een andere uitgever is ja. ook uh, klaar. We hebben 2K. Uh, uh, weet ja, we je, gaan het over zat, EA uh, hebben. Bij, bij Brieven Maandag daarover. Uh, uh, weet je, 2K is dicht in Nederland. Het is gewoon, ik bedoel, het is een kwestie van tijd voordat al die kantoren dicht zijn in Nederland, dan is er gewoon geen gamesindustrie. En het is niet dat er geen games verkocht worden in Nederland, mm -hmm. maar die marketing wordt gewoon via, weet ik veel, TikTok en YouTube en god weet wat allemaal, wordt gewoon één keer centraal ja. ingekocht, klaar. En uh, die games, uh, tegenwoordig wordt toch alleen maar digitaal verkocht, dus dan hoef je ook niet meer lokaal maar echt uh, nou ja, reclame te maken. Op het moment als jij een evenementteam eigenlijk uh, ontslaat, want dat is wat overal gebeurd is volgens mij. Waar, waar zijn die allemaal ontslagen? Al jarenlang. Ik weet niet ja, okay, ik ik specifiek. Nee, nu, nee, nee, nee. Ik, ik ja. weet bijvoorbeeld dat Nintendo een van de weinigen in Nederland is die nog echt mensen heeft die evenementen doen. Het ja, zijn nee. nog altijd die business to altijd naar, ja. naar game-evenementen doen. Maar als je die niet hebt, een E3, kijk, het is, uh, kijk, een TikTok-film of een YouTube- of een online-presentatie. Het is ook geen kinnisinnen, maar daar heb je niet al te veel personeel voor nodig. Het is redelijk allemaal in banen te lijnen. Een groot evenement, dat, dat, is, dat is het hele jaar plannen. Je moet. Tientallen mensen daar naartoe krijgen. Het is, het is heel veel werk uh, die evenementen uh, die scoren gewoon niet meer. Omdat ze gewoon heel seks zeggen van oké, okay, online presentatie. Tijdens de E3-periode, wat nu iedereen gaat doen. Want let maar op, uh, we gaan echt een hoop presentaties krijgen. Dat kost mij, ik noem maar wat, uh, een half miljoen euro. Uh, bereik, uh, dat kan ik ook nog eens keer heel mooi meten op YouTube en op Twitch. Weet je wel, oh, nou oké, okay, uh, 1 miljoen mensen hebben het gezien. De E3. Het is hartstikke leuk dat 1 miljoen mensen uh, misschien uh, kijken. Maar er zijn maar zoveel mensen die die game kunnen spelen. Nou, ergo, het, het, het kost me te veel geld. Het levert te weinig op. Dat is de beslissing die ze hebben gemaakt. Ja. Uh, het wordt alleen ja die ESA want het grappig is de ESA heeft nu een reactie gegeven en daarin zeggen ze uh, dat het niet doorgaat komt omdat de economische situatie ons tegen zit en sommige publishers de games niet op tijd af hebben en dan denk ik van dan zijn ze toch nog steeds niet zo ver dat ze erkennen dat offline evenementen gewoon eigenlijk uh, klaar zijn en misschien moeten maar ze dat nu gewoon eens gaan doen want ze zeggen van ja we gaan nu weer kijken naar een nieuwe aanpak het één ding die ik nog wel interessant vond is misschien een kleinschaliger aanpak alleen media um, waarin je gewoon niet met grote stands, maar gewoon een, een dat je twee drie dagen heel veel nieuwe games kunt spelen. Ja, maar luister, ook dat Maar dat kun je ook thuis de doen. daarom. Ja. Dat, dat, tegenwoordig wordt dat gestreamd als ze als ze willen dat jij een game speelt die nog niet uit is, dan krijg je gewoon een code waarmee dat kan. En toch wordt het krijgt laatste tijd toch wel veel veel trips aangeboden. We gaan niet alles doen, maar het, het, ja, dat dat mij wel. Dat ik denk van het het werkt prima thuis spelen en toch willen ze dat je voor twee uurtjes. Nee, hier, maar ja. ik snap ik snap ook dat kijk. Twee, voor twee uurtjes naar Amerika, dat snap ik niet. Nee. Je? Dat, is gewoon, dat is gewoon dat de kosten staan niet in verhouding met, 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 met de content die het oplevert. Mm -hmm. Maar weet je, of je nou naar Parijs gaat of, of Londen of weet ik van, dat, dat snap ik wel. Weet je, ik bedoel, dat, dat is misschien logistiek ook nog wel makkelijker dan mm -hmm. uh, zeker Parijs. Weet je, dat, dat gebeurt ook veel. Maar ik, ik, ik denk toch, als je kijkt naar die, uh, naar die evenementen, er is een bepaald. Um, Segment waar het wel heel interessant is. En dat is namelijk het soort van meet-up gevoel. Mm -hmm. En het idee dat je met z'n allen bij elkaar komt. En met z'n allen uh, die games speelt. En een soort feestje viert met z'n allen. Ja. En ik, ik voel dat een beetje nog bij de Gamescom. Ik, ik was afgelopen jaar bij de Gamescom, ik ja. vond het echt. Echt mager en ik vond het kut en ik vond het tegenvallen en het was gewoon niet wat ik ervan gehoopt had mm -hmm. uh, als bezoeker dan, hè? want ik was ik was ja, ja. je hebt natuurlijk ook een heel persgedeelte wat, wat over het algemeen een hele vette content is wat echt heel interessant is, maar gewoon als bezoeker vond ik het gewoon niet zo interessant en um, dan denk ik van ja, waarom komen mensen hier gewoon dat om gewoon verkleed als een of andere Final Fantasy personage ja. rond te lopen daar en dat gewoon een middagje te doen. En maar dat, was kan, het. dat kan in pax uh, vormen en, en dat is gewoon een kleinere stand uh, die vrij goedkoop is. De uh, comic cons, de pax ja, je ja, hebt ja, ja. zoveel van dat soort evenementen ja. nu dat ik zoiets heb van ja ik, ik weet ook gewoon niet of dit, uh, of dit ooit nog goed komt. Uh, nee, nou ja, we hebben de, de, de E3 natuurlijk al een aantal keer doodverklaard. Ik merkte wel heel erg nu uh, ook uh, bij andere journalisten wereldwijd dat ze echt zoiets hadden. Van oké, okay, hier komen ze nooit meer overheen. Dit, nu, nu is het echt done. Uh, dit, dit... Ik denk dat dat zo is inderdaad. Zo. Ja, um, wil niet zeggen dat er niks gaat gebeuren. Ook niet bij uh, GameKings. Dat kan ik je sowieso al uh, voorspellen. Nee, maar dat, uh, dat, 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 is dat andere ding. Het is natuurlijk. De, ik bedoel, de familie ja, noemt het de het, Summer of Games. Ja. Dat vind ik een beetje flauw. Ja. Maar dat, moment waarop, in, waarop het eigenlijk de LA Games Week was, of iets dergelijks, exact, waarbij je ja. een week naar LA gaat, waarbij daar van alles en nog wat gebeurt. Dat moment is niet weg. Maar, ik kan je wel vertellen, het is nu april. Als niet binnen nu en twee weken de aankondigingen volgen voor al die evenementen, allemaal in dezelfde week, mm -hmm. dan, gaat het, dan, dan gaat het niks opleveren. Want wat je natuurlijk had met de E3, is daar kwam zoveel pers op af, mm -hmm. dat al die evenementen ook vol zaten ja. met journalisten. Dat gaf het ook een soort geloofwaardigheid. Dat gaat weg, die mensen gaan niet naar L.A. nee, nee, nee. Ik, ik denk dat er dit jaar niks offline komt. Het is, het is, het zal allemaal online zijn. En het gevaar daarbij is, en dat zie je nu al. Um, kijk, die E3's zorgden ervoor op een of andere magische manier dat iedereen. Bij elkaar was en samenwerkte. Dus, weet je wel, die, 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 die fantastische situatie dat je op, uh, meestal begon de beurs maandag, dan op zaterdag had je Sony, Ubisoft, EA en dan de dag na had je Xbox, Bando, whatever. Weet je, al die, al die prestaties achter elkaar, dat was waanzinnig om mee te maken. Want iedereen clashte even lekker met elkaar. Wat heb ik? En dat was leuk. Dat, dat zorgde voor content, dat zorgde voor buzz. dat uh, weet je wel, of, ah, vette dingen die ik ga gamen. Nu is de ESA daaruit weg. En nu is het aan een soort van, ja, goodwill van de partijen om te zeggen: Oké, okay, laten we dan met z'n allen onze presentaties een beetje bij elkaar maar het doen. Wat gaat hier nog gebeuren. Het, gaat maar ja, het is nu al wel. Ik bedoel, op 8 heb je dan Summer of Games. Dan heb je op. 10 heb je 18? Wat? 8, 10? Uh, Summer of Games, dat is dat uh, evenement. 8, 8, 8 juni. Oh, ik dacht achteraf. Dan ook. heb je op 10 juni. Uh, ik, ik, uh, nee, en dan waarschijnlijk op 7 juni PlayStation. Op 10 juni heb je Xbox. En op 11 juni heb je Ubisoft. De data heb ik misschien niet helemaal goed, maar binnenkort ga ik ja, allemaal offline evenementen of online Allem, evenementen. Allemaal online evenementen. Ja, dus allemaal okay. soort. Nou, kijk. En. Het mooiste zou zijn als je daar ook nog een soort van dat je het kan bezoeken als media. Weet je wel, puur media, niet publiek, mm -hmm. maar puur media. Maar zo'n moment per jaar is natuurlijk heel vet. Dat iedereen even van: oké, okay, dit is wat ik heb voor het komend najaar en een paar vergezichtjes. Weet je wel, gewoon even die bus. Het gevaar is, er zit niet meer een soort van synergie. Het is nu omdat iedereen het even doet omdat de E3 niet doorgaat. Maar volgend mm -hmm. jaar, als de E3 er niet is. Dan heeft Playstation zijn eigen agendaatje. En Nintendo heeft zijn eigen agendaatje. En Xbox heeft zijn eigen agendaatje. Maar en, en dat ploft gaat... uit elkaar. Ja, maar dit gaat net zo lang door totdat um, die industrie in elkaar klapt. Want de reden dat vorige keer de, de um, E3 is teruggekeerd in zijn oude vorm. Ja. Dat was omdat er een nieuwe console generatie aanbrak. En dat eigenlijk de grote console jongens gewoon de marketingkracht van de E3 weer nodig hadden. Ja. En dat, dat gaat nooit meer gebeuren. Straks heb je misschien helemaal geen console meer nodig. Dat, dat zou kunnen, maar wat er ook gebeurt is dat. Ja. En dat heeft Microsoft gedaan, omdat je binnen dat familie-segment zit. Mm -hmm. En niet familie als in een gezinsfamilie, maar je, je zit binnen de Xbox-family. Ja. er komt niet een, een nieuwe Xbox uit die alle andere Xbox-vervangt uh, en weer opnieuw in de markt wordt ja. gezet. Nee, ze hebben nu eindelijk geleerd. Er komt een betere versie binnen de Xbox-familie en al die games zijn backwards compatible. Maar mm -hmm. die kan, weet ik veel, dat is de, uh, uh, de Xbox Series X2 of iets dergelijks, weet ik veel. En die gaat nog sneller zijn en 8K en whatever. Maar je hebt hem niet per se nodig. Dus dat ten eerste dat aankoopmoment uh, is niet meer zo belangrijk. Ten tweede uh, het marketing van het nieuwe console is niet meer zo belangrijk. Nee. Um, dus je je hebt gewoon een andere marketing uitdaging. En dat hebben ze allemaal en ja. dat gaat gewoon niet meer veranderen. Er is één ding toen ik erover nadacht: van oké, okay, pro's en kans van de E3 voor. voor, voor en dan eventjes denkend vanuit de game publisher. Het zijn allemaal kans, weet je wel. Van het kan goedkoper, dit en dat. En er is één ding waarvan ik denk: van oké, okay, dat gaan ze wel missen. Dat ga je ook niet krijgen met onplan presentatie. En dat is. En dan heb ik het echt wel eentje over de E3 in de Glorietijd. Waarom was die E3 in die Glorietijd zo ontzettend belangrijk? Dat was omdat die mainstream media. Die gingen er ook verhalen over maken. Waar ze het hele jaar niks deden aan gaming... was het in één keer van... Bah, de beurs in L.A. Dan komt de nieuwe Xbox. Bla, bla, bla. Dat konden ze alleen maar... omdat zij... Daar, of ze waren daar aanwezig of ze spraken met gamejournalisten, dus de ja. gamejournalisten deden voor hun de vertaalslag, want ze begrepen er geen eigenlijk ja. niet zo heel veel Vaak van. Waren het ook gamejournalisten die schreven voor precies, krampen, dus dat ja. was dat enige moment in het jaar. En die mensen, dus die mainstream media, die kijkt niet naar een stream op 11 uur 's avonds. Dat gaan ze niet doen, daar gaan ze ook niet over schrijven. Dat, nee. dat dat dus dat mis je wel en kijk. Microsoft wil nog steeds die... Het, het was 2 miljard. Inmiddels uh, hebben ze al 3 miljard gezegd. Of hebben ze het over de 3 miljard mainstream gamers. <laughs> Als ze die willen bereiken... Ja, dat doen ze niet met uh, de Xbox showcase. Dan weet weet wordt het gewoon zielig. Ja, <laughs> precies. Ze, 10 miljard <laughs> gamers gaan we bereiken. Maar ja. uh, dat moment... Dat ben je wel kwijt. En nou moet ik ook heel eerlijk zeggen... Dat de E3 dat de je laatste jaren ook niet meer was. Omdat... Maar dat je zegt het, ja. het is klaar. Het, he, ja. het, het was al klaar. Je kunt niet, weet je, wij kunnen zeggen van, oké, okay, het, is, het is nu twee keer dood geweest. Het komt wel weer terug. Maar voor CNN en CNBC ja, en weg, Fox ja. News, oh, al ja. die gasten daar, die hebben zoiets van, fuck die shit, die is dood, toch? Dat gaan we niet meer naartoe. Nee. En om heel eerlijk te zijn, die mainstream aandacht is er nu wel. Weet je, dus als er een nieuwe PlayStation uitkomt, een nieuwe Xbox of een nieuwe grote game of een nieuwe technologie, of kijk mm -hmm. wat er nu met AI gebeurt, de, de mainstream media staat er helemaal vol mee. Er zijn andere manieren. Ik bedoel, Fortnite doet het hartstikke goed door uh, hele bekende artiesten daar uh, uh, een film te laten tonen ja. in game of een ding. Dus ze hebben hele andere tools gevonden om die mainstream media er naartoe te trekken. Daar hoeven ze niet meer voor naar een beurs vol met game nerds. Dus um, het lijkt echt definitief het einde van de beurs. Uh, ja. um, nou goed, wij gaan er natuurlijk nog een groot feest van maken dit jaar met al die presentaties, maar daar ga ik het later over hebben. Dan gaan we naar IE. IE. Um, heeft uh, ja, niet zo'n uh, heel fijn uh, uh, bericht natuurlijk weer. Um, 6% van de workforce is er uitgesodemieterd. Um, en nou heb ik het even uitgerekend. Ze hebben, en dan moet ik toch weer even terug naar mijn, naar mijn data toe. Uh, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ze hebben 12.900 man in dienst in 2022. Wow. Dus dat betekent 6% daarvan is in totaal 774 mensen... Zijn hun baan verloren? Um, ja. Ik weet niet of je dat een massa-omslag mag noemen. Volgens mij is dat bij 10% of meer. Maar ik dit weet, is fors. Ik, Het is best wel veel. En ik, ik, ik Wat het meer is. Is dat je. Wat je gewoon ziet. Is dat die overhead gaat weg. Dus ja. uh, Ik weet niet. Wie die 6% zijn. Wie die bijna 800 man zijn. Die ontslagen. zijn. Nee, dat, dat, dat gaat. Maar dat met een kaaschaaf. Ja. Uh, maar nou, nee. volgens mij. Is het ook voornamelijk. De, weet je. Het zit hem in de marketing. Het zit in de communicatie. Het zit hem ook. In office ja. management. Dat soort mensen. Vliegen er als eerste uit altijd. Vooral marketing. En uh, de development. Ja. Dat, dat vaak gaat dat meer per studio. Dan sluiten ze een studio. Maar mm. het is niet dat ze gewoon een heel team, dat ze daar 6% weggooien. Dat gebeurt niet. Want nee. dat, dat heeft geen zin. Het, het, het aparte, uh, tenminste het aparte. Um, kijk, Ubisoft heeft het gehad. Um, en bij Ubisoft kon je echt zien het gaat niet goed met Ubisoft. Weet je? Right. Wel, uh, ze verkopen steeds minder games, dus maar het gaat met EA ook niet goed. Nou, IA doet, doet het de laatste tijd juist wel goed. Hun games. Dead Space is de drie na best verkopende game op dit jaar. Ze zijn zich het wel een beetje aan het uitvinden. En uh, ze noemen dat ook al. It's operating from a precision of strength. Ehm um, ik denk dat het ook een beetje in die tech sector is. Het is niet dat Microsoft of, of Google verlies maakt, maar het is gewoon van... Uh, ze, ja, ze zijn zich gewoon lean aan het maken voor nou, het wat, moment wat ook dat is... wie weet er uh, inderdaad die recessie keihard naar binnen komt. In de uh, coronaperiode hebben ze te veel mensen aangenomen. Zeker. Dat is ook gebeurd. En uh, dingen zijn ook anders. Hè. Dingen veranderen gewoon inderdaad. Met name de marketeers zijn gewoon uh, 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 ongelooflijk het, uh, het probleem. Nou ja, goed. Uh, we hebben uh, Shelly weer terug uh, uh, bij ons en dat is een van de uh, 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 leuke dingen van die ontslagenrondes. Maar ook zij, weet je wel, ja, marketing kun je met één iemand doen. Omdat het tegenwoordig allemaal geautomatiseerd is. En, en je hoeft niet meer naar evenementen toe. Dan gaan ze daarop bezuinigen. Dat zal bij IE ja. niet anders zijn. Ze hebben ook gekeken naar real estate. Dus er gaan kantoren, mensen werken thuis voor hun deel. Dan worden de kantoren gesloten, kleiner. Ze zijn zich allemaal aan lean aan het maken. Weet je wat uh, interessant is? Dit is allemaal ja. in Nederland begonnen. Dus veel van die. De uitgevers uh, hebben uh, als eerste hun Nederlandse studio, IE uh, was volgens mij de, ja, de Daar waren we nog zo verbaasd. Oh, hoe kun je in hemelsnaam? Want het zou ja. slecht zijn voor de markt. In de, nou, dat hebben we inderdaad. Uh, het niet heeft echt gezien. Het heeft geen. Fuck uitgemaakt. Nee, niet heel veel. Anders. Dus met andere woorden, <laughs> ze hebben van de een op de andere dag hun volledige kantoor gesloten. Ja. Iedereen ging eruit. Ze hebben nog een klein beetje sales aangehouden. Het had nul effect op de verkopen. Ja. En daardoor, doordat ze gezien hebben. En door dat rare ding van Nederland is op een of andere manier. Dat doen ze dan een pilotland. Je kunt je dingen uitproberen om te kijken of het in de rest van de wereld ook werkt. Nou, ze hebben hier gewoon een kantoor gesloten en het werkte overal. En het heeft even geduurd voordat iedereen wakker werd. Maar nu doet iedereen het. Het is gewoon klaar. Het is over en uit. Alle lokale kantoren van alle grote game uitgevers gaan gewoon verdwijnen. Ja. En uh, ja, als je dit kijkt en je werkt voor een van die lokale <laughs> kantoren, uh, ga vooral uh, alvast op zoek naar iets anders. Want ja. dat is uh, wat er gaat gebeuren. Het is, uh, het, het is sowieso triest voor deze mensen. Alleen um, het wil niet zeggen dat inderdaad in het geval van IA dat het daar op dit moment heel slecht gaat. Uh, maar ja, het, 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 het regent op dit moment wel uit uh, ontslagen. Alhoewel ik net ook zag dat er bij McDonald's heel veel mensen zijn uitgeflikkerd. Maar dat is oh ja. wel weer, weer wat anders. Misschien dat mensen geen burgers meer kopen of dat ze klaar zijn met de vegan burger. Dat... Nou, ik, ik hoop dat het uh, met gezondheid te maken heeft. Dat, dat zou zeggen. heel erg goed zijn. Mensen, uh, ja. Dan, uh, laatste onderwerp. Uh, hier hebben wij het even onderling al over gehad. Um, ik kreeg een mailtje van een uh, developer. Het uh, een nieuwe publisher eigenlijk. En ik weet niet of hij ervoor werkt of dat een spokesperson was. En uh, die publisher die heet, en daar is die, ik ben er even ingedoken. Die heet Lesser Evil. Lesser, Lesser Evil. evil. Uh, we publish game that... Bobby's Games that take a stand. Nou, dit is natuurlijk een gevoelig onderwerp uh, bij Game Kings. Namelijk uh, um, politiek in games. Dus met een game, politiek bedrijven. Ik heb van hem ook een video gekeken. Hij heeft een, 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 een seminar gedaan op de GDC. Dit waarin... is een eenmans Indie of niet? eens ah, op je... team? Ik ben wel benieuwd. eens ah, op team. Um, ik heb een video van gezien. Daar was hij toch echt wel het... Hij was echt... Uh, hij, lesser is more. Hendrik, Hendrik Lesser. Is... Hij gaf een, een speech waarin hij zei van... Uh, en, en moet ik zeggen, dat, dat vond ik niet eens zo heel slecht. Hij zegt, games zijn zo'n gigantisch platform. Je bereikt heel veel mensen als je politiek invloed wil hebben of iemand uh, een, een mening uh, wil bewerken, dan zijn games natuurlijk een perfect platform. Pre Precies waarom wij zeggen: laten we dat alsjeblieft niet doen. Games is entertainment, laten we er alsjeblieft geen uh, politiek mee bedrijven. Zegt hij van: dat moet je juist wel doen, want dan kan je, kan je het verschil maken. In die mail um, zeiden ze: van we komen met een game. <laughs> Ik lees die tekst hier. Nou, ja, goed, oké, okay, ga door. Ja, nee. uh, het betreft namelijk een game um, en daar heb ik dan even uh, 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 een videootje van. Uh, het lijkt er wel op dat het wel een eenmans. Dat uh, uh, zou hè. tot nu toe wel kunnen. En uh, die game heet Death from Above. Nou, iedereen die een beetje op YouTube rond, uh, rondloopt te surfen, die heeft de videootje wel gezien, waarin uh, de is, maar de Russen doen het ook, uh, gewoon met drones uh, van boven. Met name de Oekraïne, omdat hij die, die kleine die DJI drone hebben en, en daar gewoon een soort van granaten mee laten vallen. Het is een compleet nieuwe manier van oorlogsvoering. Um, wat ik zeg: alle oorlog is walgelijk. En um, nou, met deze game kun je dus spelen uh, binnenkort. Uh, en 30% van de inkomsten gaat uh, naar het Oekraïense leger. En uh, ik merkte bij mezelf dat ik dit, dat ik, ja, dat ik dit Erg ver vond gaan en eigenlijk best wel een beetje te ver. En wij verschilden een beetje van mening. Jij had zoiets van: ja, de inhoud maakt me geen reet uit. Ik vind het wel. Nee, hier... ja. Ik vind dat zelf uitleggen. Ik vind namelijk dat. Kijk, oké. Okay, we, we da ja. Uh, we, het is duidelijk, we hebben te maken met een politieke game. In ieder geval iets wat op dit ogenblik een conflict, wat zich nu afspeelt. Dus het is een actief politiek uh, uh, conflict. Um, ik vind dat je qua videogames alles moet kunnen doen, weet je. Ik mm -hmm. vind dat je uh, een game zoals dit moet kunnen maken. Ik vind dat ook dat mensen de Les als 2 moeten maken met uh, lesbiennes die uh, uh, mijn held uit het eerste deel kapot slaan met een uh, met een golfclub, weet je. Het moet allemaal kunnen, weet je. Ja. Als jij dat leuk vindt, vooral doen. Um, mijn probleem bij dit project ging er heel erg over. Um, um, uh, kijk, als je hier ook ziet. We are lesser evil. We are uncompromisingly anti-authoritarian, anti-racist en pro-democracy. Ik zou je vertellen, dat ben ik ook. En ik ben het niet eens met deze gasten. En dat is vreemd. Met andere mm -hmm. woorden, zij zeggen dat ze iets zijn. En vervolgens vertegenwoordigen, sterker nog, dat gaat 30% van het geld gaat naar het Oekraïense leger. Het Oekraïense leger is op dit ogenblik niet alleen uh, uh, aan het vechten voor het voortbestaan van Oekraïne. En ik. ik ik, ik wens alle succes van de wereld, daar niet van. Maar dit is ook een volledig autoritair en, uh, um, um, ja, hoe zal ik het zeggen, een, een, een regime wat in stand gehouden wordt door bepaalde extreemrechtse elementen in het Oekraïnse leger. Dus los van dat ik de Oekraïnse zaak uh, uh, prima vind, weet je, elk land heeft het recht zichzelf te verdedigen. Je kunt niet zeggen van wij zijn uh, anti-autoritair en anti-racisme en allemaal voor het goede en pro-democratie. En vervolgens Zelensky en zijn shit steunen. Maar goed, whatever. Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil. Maar het feit dat er daardoor geld gaat naar een, een, een leger in een actief conflict, voor mij is dat een hele stap te ver. Mm -hmm. Dus ik heb niet zoveel moeite met de inhoud van deze game. weet je. En iedereen heeft het recht zijn eigen politieke mening erop na te houden. Um, ik weet niet, ik vind, ik vind bij dit er blijft er gewoon een soort van smakelijk smaakje achter ja. bij deze game. En uh, dat heeft te maken ook met, uh, kijk, ik, inhoudelijk vind ik namelijk ook creatief gezien, ik zie die filmpjes op, op mm -hmm. uh, vooral op Telegram, van die uh, soldaten die niets vermoedend uh, eventjes een granaat, een motiergranaat tussen zich gegooid krijgen door een drone. Um, ik word er echt. Godsmisselijk van. Ik zie ja, ja. alleen maar jonge mensen ja. gewoon in stukjes in, die, in ja. die fucking shit. En ik heb gewoon zoiets van hoe is dat leuk? Neem niet weg dat ik niet zelf ook Call of Duty nou ja, speel en maar, dat maar, soort maar dingen. Dat is het van. Want ik vind dit namelijk wel wansmakelijk. En dat komt en daar ben ik ook zelf van. Nou, eigenlijk is het heel weird. Van inderdaad, ik, ik knal heel graag mensen af in games. Ik bedoel, ik heb misschien wel miljoenen al afgeslacht. Um, maar het, het, zijn, het zit mij wel een soort van grens aan. En, Waar en, zit die grens dan? Ja, Waar, waarom, is, doet, waarom is dit wel smaak? Want ik ben het met je eens hoor, Maar nee, waarom is dit wel smaak? Ik, ik vond me daar zelf ook niet, niet helemaal correct in. Want ik heb dus inderdaad geen problemen om uh, Arabieren uh, in Call of Duty... Uh, of Russen uh, in Call of Duty uh, uh, neer te knallen. Maar omdat en... het, het is een... Het is het, hoe, hoe hardcore het ook is. Het is een creatief... Het is niet een realistisch scenario. Nou, het, het, het is het... het, het, is het die oorlog is nu, weet je wel. En ik vind het weird voor mijzelf en wansmakelijk... met iets wat ik nu meemaak, wat ik nu op televisie, wat ik nu op YouTube zie. Uh, om dat direct nu ook te gaan spelen. Ter. Vermaak. want het is het is niet ter lering, want ter lering uh, doen we weten nog zoveel niet over die oorlog. Ja. Uh, wie kijk, er zit ook altijd uh, en dat is... er zitten twee kanten waar twee vechten hebben, twee schuld. Nee, maar nee, nou, dat, dat de... is het van. Uh, uh, ja. Nou wil ik dat niet bij Irak zeggen, uh, maar bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog denk ik dat je toch wel redelijk met redelijke stelling kunt zeggen wie de good en de bad was. Dus dan, daar zit al een soort van. Het is wat meer Zelfs dat, hè. Als je daar gaat, en jij hebt nog wel geschiedenis gestudeerd ook. Ja. Als je daarin gaat duiken, dan zie je ook een wereld. De, is van financiële, financiële belangen die aan de kant van de Naties en de Amerikanen allemaal overeenkomen. Maar dat, het is die afstand. Van, het, is een, het is lang geleden waardoor ik die emotie er niet bij heb. En het is feitelijk kun je. Het is allebei even erg. De oorlog is verschrikkelijk. Dus het. het Ter vermaak spelen van oorlog. Games is eigenlijk een beetje weird. Maar op het moment dat die oorlog nu is. Ik heb dat nog nergens meegemaakt. Ik heb nog nooit meegemaakt in de dertig jaar dat ik doe dat ik een shooter speel Op het moment dat die oorlog zelf is, zelfs Jawel, die faluutjes. Dat zijn nee, heel ja? vaak gedaan. Ja, zeker nee. wel, Maar het zijn altijd van die van die. Ja, het, ja, het zijn, dat zijn, zijn nooit grote. Games. Daarom, en dat is dit ook. Ja. Het zijn nooit grote. Commerciële projecten geweest. Want het is niet commercieel te krijgen dit. Niemand wil dit nu spelen. En dat is gewoon het rare van dit project. Ik zie die shit, die beelden zitten, die zie ik op Telegram. En ik word er echt letterlijk misselijk van. Ik vind ja, het echt het fucking het vreselijk. Is, is, en ik niet weet niet waarom is. ik het kijk, maar soms kom ik weer <laughs> in zo'n Telegram-groep. En dan zie ik die shit. En dan denk ik, godverdomme, wat smerig. Ja. En dan uh, weet je, en dan, deze guy komt even met zijn lesser evil. Het is fucking pure evil. Oorlog is evil. Dat ja. is gewoon, sorry, maar dat is gewoon, het maakt niet uit voor wie je bent. Dit is gewoon een gigantische uh, gehaktmolen. Waar een hele generatie jonge jongens in verdwijnt. Ja. En het zal je fucking kind wezen, weet je. Of je zal mm -hmm. het zelf wezen. Die daar, soort van niets vermoedend, in de bosjes ligt. Koud te kleumen, met natte kleren. En dan flikkert de een of andere drone, een mortiergranaat op je. Weet je. Ik bedoel, het is echt een fucking nachtmerrie. En ik. Ik, ik weet het niet. Ik kan het niet wat, spelen. Wat, Misschien wat, omdat ik... ik zelf kinderen heb. Of weet ik veel. Nou, ben te oud geworden. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ik, 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 ik hoef het niet. Wat, wat ik niet begrijp dan. Als ik probeer even in zijn positie, van ik wil, ik wil een stand nemen, ik wil pro-Oekraïne, en ik wil geld voor het leger verzamelen. Whatever. Zou er geld in voor de slachtoffers van die oorlog? Alles, nee, weet je. Okay. Voor, de, voor de burgers, misschien ook wel voor mensen die, weet ik veel, uit Oekraïne of uit Rusland willen, omdat ze niet in dienst willen. Ga daar iets doen. Maar ga niet fucking soldaten helpen. Nou, ja, oké, okay, goed. Ik, ik probeer nu even in, in, in zijn broek te in zijn schoenen te staan en ja, zijn broek te staan. <laughs> um, maar, maar maak, is wel weer echt <laughs> maar maak dan maar niet deze game. Ik bedoel dit is exact wat deze oorlog zo smerig maakt van maak dan iets. Je kan zoveel verschillende games maken. Je kan ook iets Iets historisch verantwoord maken over de geschiedenis, whatever. Doe iets, weet je wel. Iets wat een beetje, misschien wat meer afleidt, wat wat minder confronterend. Ik vind dit zo. Het is niet leuk om dit te doen. En nee. dan kun je inderdaad ook eerlijk zeggen. En, daar, en noem, daar stel ik me wel kwetsbaar bij op. Van ja, maar is het dan leuk om Irakie af te schieten? Of, of Russen in dat soort games? Feitelijk ook niet. Maar dit is zo vers. Nee, maar het is. Het is. Het, het, sorry, maar dat zijn. Dat zijn. Het is fantasie. Weet je, er is een reden waarom in Battlefield het conflict altijd een fantasieconflict was. Ja. Of dat, ik bedoel, Call of Duty ging een keer die grenzen over met die aanslag in dat, in dat, uh, um, ja, hoe heet het? in dat, dat vliegveld in Moskou. Ja. Maar dan moet ik bij zeggen, het was een. Het was een niet een realistisch scenario, maar het was een onderdeel van het verhaal. Van kijk mm -hmm. dit is wat de terroristen gedaan hebben. Ja. En terroristische aanslagen komen voor, weet je. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ik de Bataclan hoef na te spelen, weet je. Dat zou ja. ik ook smakelijk vinden, weet je. Ja. Of dat ik MH17 wil naspelen, dat zou ook wansmakelijk zijn, ja. weet je. Ik bedoel, er is, er valt daar niks te leren. Er in, zijn alleen in, maar slachtoffers. Zou je kunnen zeggen van dat, hoe raar het ook klinkt, dat ze ook altijd met dat soort games een beetje proberen om je aan het denken te zetten van in daad van nee man voor deze deze nee 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 nee, wil nee, 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 nee. E Ik wil die Call op. of Duty van ook laten zien van oké okay, dude nu heb jij het geweer Kijk wat het je doet als je in één keer mensen moet neermaken. Nou, zo, zo kan je het goed praten, maar ik denk, niet, ik denk niet. dat het, dat het Maar werkt. Dit, hier zit dat gewoon niet in. Het is gewoon. Maar daarom, daarom vind ik je mag ook best wel games maken die controversieel zijn. Ik ben ook niet tegen het feit dat deze game bestaat. Weet mm -hmm. je? Ik vind iedereen moet dat kunnen doen als hij dat wil. Ja. Ik heb gewoon waar ik gewoon een groot probleem mee heb is dat je uh, uh, met het kopen van een game direct een oorlog steunt. Ja. Die uh, um, en die oorlog die had er niet moeten zijn. Dit is een nee. krankzinnige oorlog. Dit had niet gehoeven. En uh, nu zijn we uh, volgens mij 200.000 doden verder. Allemaal jonge mensen. Mm -hmm. uh, die niet meer uit kunnen deel kunnen uitmaken van de economie. Van de toekomst van Europa. Weet ja. ik wel. Dit is gewoon. Ja, het is fucking vreselijk. Weet je? Dus dat, uh... En feitelijk gaat hij er zelf ook nog geld aan verdienen. Nou, dat, dat ook. Ja, weet je. Weet ja, je ik vind het gewoon. Ja. Fuck deze ja. guy. Fuck die kut game. Fuck dit. Nou, ja, goed. Um, laat even weten wat jouw mening is over de drie onderwerpen die we hebben besproken. En volgende week hebben we natuurlijk gewoon een nieuwe piepshow. Oops.